Dames en heren, jongens, meisjes, een heel goedenavond. Hartelijk welkom in het Frank Kramer Privé Casino. Vandaag is het de 29e dag voor de mensen die hebben meegedaan aan de actie 100 dagen zonder auto. Daarvan krijgt u straks een verslag te zien. U wordt natuurlijk allereerst bedankt voor alle schilderijen die u heeft opgestuurd. Maar later realiseerde ik me pas dat ik helemaal geen muren in dit casino heb. Maar ik beloof u dat als we de zaken gaan uitbreiden, dat ik alsnog die schilderijtjes keurig aan de muur zal hangen. Vorige week heeft u voor het eerst in de geschiedenis kunnen zien dat in een quiz een kandidaat zijn auto moest inleveren en dat die helemaal verpulverd werd. Vandaag, misschien gaat het weer gebeuren, wie zal het zeggen. We hebben in ieder geval een kandidaat uit Den Haag. Hij is huismeester in een flatgebouw. Dames en heren, de heer Van der Spek. Van meneer Van der Spek. Goeiedag. Zet u maar uit. Ja. Goeiedag. Bij u in het gebouw of voor het gebouw bevindt zich daar ook voldoende parkeerruimte? Nou nee, dat is een groot parkeerprobleem bij ons. We zijn natuurlijk wel met 70 flats, maar we hebben voor 30 auto's hebben we dus wel plaats. Dus we zullen blij zijn als deze auto straks naar de Filistijnen gaat? Ik denk dat er een aantal buurvrouwen blij zijn dat die in de kraan gaat dadelijk, ja. Nou, zover is het nog niet, want eerst moeten we gaan kijken naar de eerste ronde. En ik zou u willen vragen of u deze vraag wilt beantwoorden. Is het goed? Dan krijgt u deze prachtige fiets mee naar huis. Sowieso. En dan gaat u door naar de finale van het gemeenste spel van Nederland. Ja. U weet alle voorwaarden? Ik heb alle voorwaarden gelezen, ja. Okay. Dan volgt hier de vraag die u moet beantwoorden. Ik wens u heel veel succes. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Meneer, wie is de huidige minister van VROM, oftewel VROM? Minister Alders. Dat is uitstekend geantwoord. En daarmee gaat u door naar de finale van het gemeenste spel van Nederland. U krijgt in ieder geval de fiets mee naar huis. Maar zover is het nog niet. Want we gaan eerst kijken naar een verslag van een familie die heeft meegedaan aan de actie 100 dagen zonder auto. En dat is de familie Meijer. Ik laat mijn auto staan. Jij bent gek. Ik neem de trein voortaan. Jij bent gek. Elke dag weer in de file. Elke week een nieuwe deuk. Steeds meer geld voor meer benzine. Nee, de dag breekt aan in Zoetermeer. Hier woont de familie Meijer. En waar eens de auto stond van deze familie, staat nu de auto van de buren. Een maand geleden leverde deze familie de auto bij mij in. En tijdens de 100 dagen zonder autoshow zei onder andere mevrouw Meijer dit. Vanaf mijn trouwen 13 jaar terug heb ik altijd al grijs wc-papier en ik was fosfaatvrij en gescheiden, mijn huis vuil. Nou, het werkt. Langzamerhand komen ze op me af. Ik heb 13 jaar erover gedaan om die auto weg te doen. Dus ik geef al die andere mensen iets minder bewust 26 jaar de tijd en dan moeten ze weg zijn. 100 dagen zonder auto. Dus 100 dagen aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Is dat nou niet wennen? Nou, normaal met de auto reis ik naar mijn werk, doe ik er 20 minuten over. En nu doe ik er een uur en een kwartier over. En dat is toch wel behoorlijk veel eigenlijk. Ja. Het is een stukje van je vrije tijd wat je moet missen. Kost misschien meer tijd, kost meer energie, kost meer voorbereiding. Maar ik ben niet van plan om minder te gaan doen omdat ik nou die auto niet heb. Nee. We zijn wel eens zondag weer thuis geweest en we hebben de Sjoelbak weer herontdekt. Dat was toch ook wel weer gezellig. En het levensritme binnen het gezin, is daar nog wat mee gebeurd? Ja, zeker. We ontbijten niet meer met z'n vieren, want hij moet heel vroeg weg. Maar het voordeel is, we gaan, omdat hij zo vroeg weg moet, wel weer 's avonds samen naar bed. Ja, dat is gezellig. Speciale 100 dagen zonder autocoach van de familie Meijer is de vroegere weerman Erwin Krol. De familie stuurt hem wekelijks een dagboek toe. En net als elke coach heeft ook hij een rapport bij zich. Hey jongens, ik heb trouwens een rapportje bij me van TNO. Want die heeft nou eens bekeken wat dat nou eigenlijk oplevert, al die inspanningen van jullie. Hè? Jullie hebben 3% met de fiets of de voet gedaan, 91% met het openbaar vervoer. En 6% hebben jullie meegereden toen het niet anders kon. En voor het milieu betekent dat de volgende besparing. Ten eerste hebben jullie 25% minder energie verbruikt dan wanneer jullie steeds met de auto waren gegaan. He, dus dat is toch heel behoorlijk. Daardoor is er 20% minder verzuring opgetreden. Dat is heel mooi. En 36% minder koolmonoxide. Omdat jullie zo verschrikkelijk bezig zijn met dat milieu en wat het nou allemaal precies oplevert en dergelijke, heb ik iets voor jullie meegebracht.
En ik zal er iets van verklappen, dan moet je zo maar kijken. Ik heb iets meegebracht waarmee jullie een aantal van die metingen, zoals TNO en dergelijke hoogduurvermeester berekenen, zelf kunnen doen hier vandaag in jullie woonplaats. En dan moet je zelf maar zeggen waar je die metingen verrichten. Het is een grote wagen van het RIVM en hij komt er nu aan. Oh, mooi. Geweldig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet voortdurend de luchtkwaliteit op zo'n 100 meetpunten verdeeld over Nederland. De familie Meijer heeft vandaag een unieke kans om met deze meetbus metingen te laten verrichten waar ze willen. Waar zou u willen meten? Ik zou graag willen meten bij ons bij de Dorpstraat. Dan fiets ik elke dag en dan staan we bij het stoplicht te wachten. En al die troep komt eruit die auto's, dan krijgen die walm in je neus. Dus ik ben wel benieuwd hoe vies het daar is. De meetwagen kan rechtstreeks meten hoeveel stikstofoxide en koolmonoxide er in de lucht aanwezig zijn. De stikstofoxide worden door auto's vooral bij hoge snelheid uitgestoten. De hoeveelheid koolmonoxide is vooral hoog bij lage snelheden. Beide stoffen zijn rechtstreeks via een buis op het dak van de meetwagen te meten en de resultaten zijn direct beschikbaar. Voor andere stoffen moet een speciaal meetpunt opgesteld worden. Even een handje meehelpen dus. De lucht wordt in twee koolstofbuisjes opgevangen en later op het laboratorium geanalyseerd. Zo is de hoeveelheid roet, de hoeveelheid benzeen en de hoeveelheid toluïen in de lucht te achterhalen. Van alle resultaten op de 100 meetpunten verdeeld over Nederland is een computermodel gemaakt dat elk jaar aan 72 grotere steden wordt toegestuurd. Daarmee kan de gemeente berekenen hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in een straat. Er zijn normen gesteld voor deze stoffen. En als deze normen overschreden worden, dan zijn de gemeentes verplicht om iets te doen aan die luchtkwaliteit in die straten. En hoe doen ze dat? Ze moeten dan verkeersplannen maken. Ze moeten zo'n straat eenrichtingsverkeer. Ze moeten in ieder geval zorgen dat er of minder verkeer doorkomt. Of dat de omgeving van die straat, bijvoorbeeld hoge gebouwen waar de hoge luchtverontreiniging veroorzaakt wordt, verdwijnen of iets mee wordt gedaan. We hebben nu op dit kruispunt gemeten en de verontreiniging was een beetje hoog. Betekent het nou dat ik beter via een andere route naar school kan fietsen met de kinderen? Nou, op zo'n uurtje meten kun je dat nog niet meteen zeggen. Dat moet je wat langer voor meten over het jaar verspreid. De luchtverontreiniging is relatief hoog, maar het ligt nog beneden de norm. Hoe zou het zijn op het moment dat hier geen auto's zouden rijden? Nou, als je voor heel Zoetermeer kijkt, en bijvoorbeeld in het centrum, dan zijn voor de stoffen die voornamelijk door het verkeer worden uitgestoten, dan zouden in Zoetermeer in het centrum de concentraties zo'n 30% lager liggen. Dus het scheelt wel behoorlijk als je in een stad niet meer rijdt met de auto. Erwin heeft tenslotte ook nog iets voor de kinderen meegenomen. Het is duidelijk, Erwin, de aarde heeft lucht nodig. Tot ziens, bedankt. Tot ziens. Ja, heel hartelijk bedankt. En het allerbeste en tot ziens. Succes, hè? Dankjewel. Oké. Dag. Ik ga nu naar de boerin melk halen, mijn flesjes achterop. Krantje eromheen dat het niet zo rammelt en lukt best. Mijn aanbod voor jullie is dat ik vandaag alle boodschappen die je normaal gesproken zelf zou hebben gedaan, met deze fiets voor jullie zal vervoeren. Ik laat mijn auto staan. Jij bent gek. Ik neem de trein voortaan. Jij bent gek. Elke dag weer in de file. Elke week een nieuwe deuk. Steeds meer geld voor meer benzine. Nee, ik vind het niet meer leuk. Ik roep mijn auto weg. Oei, wat stom. Dat is nooit meer autopech. Heel erg dom. Nooit meer zoeken naar... Hoe bevalt het casino tot nu toe hier? Ja, het ziet er allemaal perfect uit. Ja. Zeker met die achtergrond hier zo. Ja, nee, dan kunnen we lekker spelen, denk ik. Ja, u heeft er het volste vertrouwen in? Ik heb het volste vertrouwen in. Goed, meneer, we gaan beginnen met het spel. U gaat 1 keer 21. Als u wint, dan krijgt u dit. Het unieke 100 dagen zonder autopakket. Uw auto krijgt een gratis milieukeuring en afstelling. U krijgt een maand lang gratis woon-werkverkeer plus 300 strippen. En u mag met uw hele huishouden met de bus naar Sil 1990. Ook mag u met de bus rondtrekken met een speciale zomerkaart. En dan is er de grandioze 100 dagen zonder auto super deluxe verrassende busreis ter waarde van 1000 gulden.
Voor onderweg krijgt u de originele draagbare cd-speler die ook thuis te gebruiken is. U kunt daarvan genieten in deze stoel van de toekomst die u helemaal in balans zet. En dan is er de schitterende hoofdprijs. Een fantastisch verzorgde stedenreis naar keuze met de trein voor twee personen. Supersnel en comfortabel naar het hart van Londen, Parijs, Kopenhagen of Wenen. Dan 5 dagen genieten van alles wat de stad u te bieden heeft. Terug reist u ook weer met de trein, zodat u lekker relaxed kunt napraten over uw belevenissen. En daarbovenop 1000 gulden zakgeld. Maar als u verliest, dan verdwijnt die auto waar u net mee gekomen bent als sneeuw voor de zon. En dan wordt die helemaal versnipperd tot er nog een klein pakketje van over is. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan wens ik u veel succes. De eerste kaart alsjeblieft, Anita. Dat is een 10, dat is een goede kaart. Maar nu de bank. Die heeft een aas. Dat is de slechtste kaart voor u, dat weet u. Hè? Dat is inderdaad een hele slechte kaart. Het kunnen hele sombere berichten worden. Mag ik de volgende kaart voor de heer Van der Spek? 15, meneer. Het is ongelooflijk slecht begin. Wat doet u? Past u of gaat u door? En alles wat meer dan een 6 is, wat u nu trekt, dan bent u dood. En dan gaat die auto omhoog en hij wordt verpulverd tot u hem nauwelijks meer herkent. Wat doet u? Alles wat boven de 6. Alles wat, kijk, een 4 is 19, een 5 is 20, ja, een 6 is 21, maar vanaf de 7 is het 22 en alles wat daarboven is, is dood. Ik heb het gezien, ik pas. Maar een aas is een hele mooie kaart voor voor de bank. Ja, en toch pas ik. Anita, is het een verstandige beslissing volgens jou? Ik denk dat ik ook zou passen, ja. Nou, dan heeft u het goed gevoeld, maar u begrijpt dat alles wat nu hoger is dan een 5, dan bent u het kwijt. Laten we maar eens gaan kijken. Wat trekt de bank als het maar lager is dan een... Dan een 6. Als het maar lager is dan een 6, wat trekt ze? Een 3. U leeft nog. Het is 4 of 14 punten. Maar het is een situatie waar je nauwelijks uit naar voren kunt komen. Want het is bijna onmogelijk om het nu toch te winnen. Maar we gaan kijken, want de bank moet zich doodkopen. Ja. Anders bent u verloren. Een 10 moet nu komen. Dus laat er een 10 komen. Annie, dat doe je best. Geef die meneer een 10. Een 6, meneer. Het is afschuwelijk. 20 punten voor de bank. Dat betekent dat uw auto, die daar nu zo prachtig staat, met die arm boven de auto, nu verloren is. Oh, breaking up is so very hard to do. Nou, meneer Van der Spek, dat is alles wat er overgebleven is van uw auto. Ja, we gaan het ook. Ongelooflijk. Zulke kleine stukjes. Ongelooflijk. U zit er niet erg mee, hè? Ik zit er helemaal niet mee. We gaan op de fiets, hè? Ik heb voor u om de wonden nog wat te verzachten. En de pijn ook in dit opzicht. Een stukje auto. Ik heb ook nog een strippenkaart voor u. Die fiets mag u houden. Ik vond het leuk dat u meegedaan heeft. Ik wens u nog een hele behouden reis naar Den Haag. Toch een aardig stukje hier vandaan. Dus doe voorzichtig. Tot ziens. Op de achtergrond hoort u het lawaai van de resten van de auto van de heer Van der Spek. Volgende week zijn we er weer met het gemeentespel van Nederland. En het verslag van de mensen die meededen aan de actie 100 dagen zonder auto. Dus tot aanstaande maandag. En bedankt voor het meedoen hoor. Dag. Ik laat mijn auto staan. Ik neem de trein voortaan. Elke dag weer in de file, elke week een nieuwe deuk. Steeds meer geld voor meer benzine, nee, ik vind het niet meer leuk. Ik doe mijn auto weg, oei, wat stom. Dus nooit meer autopech, heel erg dom. Nooit meer zoeken naar een plekje. Welke verbeteringen voor het reizen te voet, per fiets en met het openbaar vervoer vindt u noodzakelijk? Uw suggesties zijn nu van harte welkom tot vanavond 11:30... bij de ideeënlijn. Telefoonnummer 020 22 13 69.